Nog een paar uurtjes en dan zitten ze in het vliegtuig. Juno, Cromwell, Rasputin, Mirza, Rafik en Zita. Dat is een tijgerfamilie uit Friesland. De zes vertrekken naar Zuid-Afrika. En zo'n verhuizing is een hele operatie. Dit is Rasputin, een van de tijgers. Hij weet nog niet wat hem te wachten staat. Zijn broertje Rafik weet het inmiddels wel. Dit is een zware jongen. Alhoewel hij op dit moment ook niet echt iets meekrijgt. Even de handdoek verwijderen. Binnen heeft hij eerst narcoseprikjes gehad. En hebben we daar bloed afgenomen, extra onderzoeken gedaan, alles nagelopen. Dus nu ligt hij hier in zijn transportkist. En dan krijgt hij daar een prikje dat hij weer wakker wordt. En dan gaat de kist dicht en dan zetten we hem op de wagen. Zes tijgers gaan dus naar Zuid-Afrika. Een reis die ongeveer 9 uur duurt. Daar aangekomen moeten ze nog 3 uur de vrachtwagen in voordat ze in het reservaat zijn waar ze gaan wonen. En dat is een plek met heel veel ruimte. Er worden ook leeuwen opgevangen. Tijgers komen eigenlijk niet voor in Afrika. Toch gaan ze het daar volgens Stichting Viervoeters prima naar hun zin krijgen. Ze verdienen gewoon een veel groter verblijf. En het klimaat kunnen ze heel goed hebben. En dat is gewoon veel beter dan hier. Marieke heeft jaren voor de tijgers gezorgd. Voor Juno bijvoorbeeld. Zij is de tijgermoeder. En Cromwell, de tijgervader. Zij kwamen samen in dit opvangcentrum terecht omdat ze niet goed verzorgd werden in een dierentuin. Uiteindelijk kregen ze 4 kinderen. Ja, Juno is nu een beetje zo van, nou, ik weet niet wat me overkomt, laat me er maar weer uit. We proberen het zo min mogelijk stressvol te maken door alles snel te doen. Dus ik denk dat het voor hun niet zo heel stressvol is. Alleen bepaalde momenten als het heel druk is. Dan is de laatste tijger aan de beurt, Rasputin. Rasputin is eigenlijk een allemans vriend. Hij is ook gek op mensen en hij is eigenlijk een van de tijgers die het liefste kan zijn. Hij geeft nu het spuitje waardoor hij weer bijkomt. Dat gaat recht in zijn tong, want dat is eigenlijk de snelste weg naar de bloedbaan. En dan wordt hij het snelste wakker. Dag man. Hey. Met de reis moeten ze wakker zijn, zodat ze hun evenwicht kunnen bewaren. Dat ze niet kunnen vallen en zichzelf kunnen bezeren. En dan op naar Schiphol. Als alles goed gaat, lopen de tijgers morgenavond rond in hun nieuwe omgeving. Tuurlijk ga ik ze missen, absoluut. Alle zes. Ja, het vertrek van de tijgers is ook goed nieuws voor de andere dieren in het Friese opvangcentrum. Want zij krijgen daardoor nu ook meer ruimte.